YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik mijn capuchon afzet voor een 10. Zo. Wij staan voor het Roblox adoptiecentrum. En we zijn een baby. Dude, dit ziet er zo gaaf uit. Welkom terug, kinderen. Het adoptiecentrum heeft jullie gemist. Mijn naam is Chain. Sorry dat we nog steeds geen familie voor jullie hebben gevonden. Maar vandaag komt er iemand langs. Oh, dat meen je niet. En wauw, kijk dan. We kunnen hier gewoon muntjes meenemen in het speeltuin ding. Gewoon iets wat er achter het centrum zit. En oh my gosh, we kunnen hier gewoon in de zandbak zitten. Oké, dus wij zijn hier in het adoptiecentrum. We kunnen de boel verkennen. Het ziet er eigenlijk best wel leuk uit. Ik bedoel, ik dacht dat dit een spannende video zou worden, maar... En we hebben allemaal ons eigen bed. Wat gebeurt er met het licht? Zegt Chain. Oh my gosh, jongens, dit gaat niet goed. Er staat een timer op de tv die aftelt van 20 tot 0. Oh my gosh, meestal als er een timer is die aftelt, dan gebeurt er iets speciaals bij 0. 3, 2, 1. Een noodoproep. Hoezo? Oh my gosh, dit is een waarschuwing voor alle mensen in Robloxia. Wat is er gebeurd? Een gevaarlijk monster is vannacht ontsnapt. En zijn doel is om alle kinderen mee te nemen. Nee! Oh, wat moeten we doen, jongens? Het monster is nog steeds niet gepakt. Als je hem ziet, bel dan gelijk de Roblox politie. Oké? Maar wacht, ik ben een baby. Ik heb geen eens een telefoon. Oh my gosh, dat was creepy. Oh my gosh, dat meen je niet. Dus in deze auto... Oh, yes! Oké, daar gaan we. We moeten braaf in ons bed gaan zitten. En we moeten heel lief zijn. Dus ik moet vooral niet mezelf zijn. Nee, oké. Ik ben zenuwachtig, dude. Laten we even vergeten dat er een levensgevaarlijk monster is ontsnapt. En laten we even genieten van het moment. Wij zijn op zoek naar een aantal leuke kinderen, zegt de moeder. Weet je wat? We willen de kinderen niet uit elkaar halen. Ze mogen allemaal met ons mee. Wat? Dat meen je niet. Oh, dat is zo gezellig. Kinderen, ga in de auto zitten. We gaan naar huis. We zijn officieel geadopteerd. Oké, dus we gaan nu snel naar buiten toe. Ik wil natuurlijk de eerste in de auto zijn. En volgens mij ben ik dat. Ja? Oh, gaat dat meisje me inhalen? Gaat dat meisje me... Ik was de eerste. Dus ik mag lekker vooraan zitten. En de bus die zit vol met alle kinderen. Oh my gosh. Dit huis is mega. En wie is dat? Volgens mij is dat onze grote broer of zo. Wauw, dit is zo gaaf. Welkom thuis, kinderen. Dit is Max. Oeh, Max die ziet er niet zo aardig uit, zeg maar. Oh, leuk. Nog meer mensen die de aandacht van mij stelen. Er zijn 10 lollies verstopt. Dat meen je niet. Oh my gosh. We hebben de eerste. Oké, come on, dude. Wij willen ook de tweede vinden. Oh, hier is de tweede. Ja! Ik wil in ieder geval 3 lollies. Oh my gosh. Hier is een lolly. En hier is een lolly. Wij hebben al 4 van de 10. En daar is de 5e. Doe besef. Wij hebben de meeste al gevonden. Kunnen we ook naar de... Nee, we kunnen niet... We kunnen voor 200 Robux de ouders zijn. Why now? No way. Dat is zo gaaf. Oké, het was echt 2 seconden voor 200 Robux. Maar ik vond het het waard. En wacht eens even. Van wie is deze uitgebreide computer setup? Zou dat van onze broer Max kunnen zijn? Wie is dat? Hallo jongens, ik ben Jerry. Ik leef aan de overkant van deze straat. Ik ben jullie buurjongen. Kinderen, het is laat. Tijd om te slapen. Morgen kunnen jullie spelen, zegt onze moeder. Oké, nou, wij mogen ons eigen bedje kiezen. Oké, als jij in een stapelbed mag slapen, wil je dan altijd boven of onder liggen? Ik ben echt 2 keer of 3 keer in mijn leven al uit een stapelbed gevallen. Maar dat doet er niet toe. Bovenaan. Oh, ik ben echt een beetje zenuwachtig. Want ik voel gewoon dat dit verhaal veel te vrolijk en mooi is. Oh, wat gebeurt er? Doet, wat gebeurt er? Oh, gelukkig. Het is Jerry. Hij komt naar binnen. Sst, ik ben het, Jerry. Ik heb de deur geopend. Oh, hallo Jerry. Ik zei toch dat we vannacht gaan uitbreken. Oh my gosh, zijn dat lasers op de trap? Oh, dat zijn van die traptreden die extra kraken. En onze ouders mogen niet wakker worden, dus we moeten heel voorzichtig over de trap heen lopen. Ik wil de eerste beneden zijn. Ik was net de eerste in de auto, dus ik wil nu als eerste beneden zijn. Come on, dude. Come on, dude. Ja, we zijn als eerste beneden. Let's do this. Of wacht eens even, kunnen we hier misschien doorheen? Oh my gosh, dat kan! Ik heb een geheime kamer met een sleutel gevonden. Ik hoop maar dat dit het waard is, Jerry. Geloof me, het gaat het waard zijn. Ik heb een geheime chillplek. Oeh, dat klinkt wel dope. Oké, waar is het, Jerry? Vertel. Kijk uit voor de auto's en volg mij. Oké, ik volg je, Jerry. Kan ik niet gewoon op je hoofd staan? Dan weet ik zeker dat het goed komt. Oh, ik ben zo zenuwachtig, dude. We moeten niet vergeten dat er dus, als het nieuws klopt in Robloxia... Oh, ik ben geraakt door de auto. Een of ander raar monster is uitgebroken. Oh, is dat die chillplek waar hij het over had? Dat is zo gaaf. Het hangt letterlijk aan een berg. En ik zie een telescoop waardoor we waarschijnlijk naar de sterren kunnen kijken. Oh, dat is dope. Stel voor, dit was jouw soort van geheime hoofdkwartier. Welke naam zou je het geven? De meeste geheime plekken hebben namelijk een catchy naam. Laat het in de comments weten. Dit is waar ik en Max altijd naartoe gaan, zegt Jerry. Max is dus onze grote broer. Het kind van de ouders die ons geadopteerd hebben. Ik ga jullie een eng verhaal vertellen. Over een bootmonster. Een bootmonster, Jerry? Gast, heb je wel genoeg geslapen? Ze zeggen dat er ergens een boothuis is onder deze klif. Waar alleen de engste kinderen naartoe gaan. Wacht even, een boothuis. Je bedoelt dus eigenlijk een soort van woonboot. Het monster kruipt door het boothuis heen. Jongens. Jongens.
Oh. En Jerry loopt naar ons toe. Hey, door jou zijn we gevallen, gas. Wat doe je allemaal? Oh my gosh. Kijk waar we zijn. Boathouse. Dat is letterlijk de plek waar hij over vertelde in het verhaal. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Oh, dat zijn die enge kinderen natuurlijk die er alleen naartoe mogen. Kijk eens wie we daar hebben. Oh my gosh, nee. We moeten het opnemen tegen de pestkoppen. Oh my gosh, dude. Ze zijn echt mega, mega sterk. Come on, dude. Ja, we hebben hem. Ik haat pestkoppen, zegt Jerry. En ineens begint het te regenen. Dude, we hebben zoveel ongeluk vandaag. We moeten snel ergens naar binnen. Oké, we lopen met Jerry mee. Voor alle duidelijkheid. Dit is dus het huis waarover Jerry vertelde in zijn enge verhaal. Een plek waar alleen enge kinderen naartoe mogen. En waar soms een monster loopt om te kijken wat hij kan eten. Ik krijg gewoon kippenvel als ik het vertel. Er is hier een speciale kamer, maar die zit op slot. Laten we iets zoeken om naar binnen te breken, zegt Jerry. Jerry, man, gast. Waar kom jij vandaan? Wie komt er nou weer op het idee om eerst naar de engste plek ter wereld te gaan? Ik heb een hamer gevonden, trouwens. En om dan ergens in te breken. Oh, snap, wat gaat erachter zitten, jongens? Ik ben zo zenuwachtig. Dit is een kamer met allerlei knoppen. Oké, en kunnen we op de knoppen drukken? We hebben hem gevonden. Kijk dan, er is hier ineens een hendel. Wat is dit? Moeten we de hendel omhalen? Wij kunnen kiezen. Gaan we de hendel omhalen, ja of nee? Ja. En iedereen is het ermee eens op één iemand na. Normaal had ik gezegd nee, maar we zijn al zo ver, dude. Laten we het gewoon doen. Oh my gosh. Dat is het bootmonster. En hij is hier bij ons. Jullie zullen voor altijd van mij zijn, zegt hij. Oh my gosh, dude, nee. Oh snap, we moeten hem inmaken. Come on. Oh dude, hij is zo sterk. Wacht, we kunnen onszelf denk ik beter verstoppen dan de battle aangaan. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Oh snap, Rony. Oh. Oké, er is zojuist iemand afgegaan. Maar wat moeten we doen? Moeten we hem aanvallen? Oh nee, hij valt een van onze vrienden aan. Laat diegene met rust. Oh, ik ga mijn capuchon hiervoor opzetten, man. Dit is een te episch moment. Oké, wat moeten we doen? Er moet toch iets zijn wat we kunnen doen, jongens. We kunnen dit toch niet gewoon laten gebeuren? Oh my gosh, iedereen wordt ingemaakt, hè. Ik maak geen grap. Jerry drukt op een knop, haalt een hendel om. En nu is de gate open. En er komt iemand aanrijden. En volgens mij is dat niemand minder dan Max, onze grote broer. Max zegt, snel, spring in mijn auto, jongens. Oké, Max. Is deze deur open of niet? Ja, deze deur is open. Oh, wij zijn de eerste, denk ik. Wacht eens even. Volgens mij zijn wij de enige die dit hebben overleefd. Oh, snap. 3, 2, 1. Max, ik ben er. Ik zie daar nog wel een aantal andere spelers, volgens mij. Ik heb een geheim. Wat doet hij nou? Hij zegt, ik heb een geheime kamer die ik alleen gebruik voor noodgevallen. Waarom komt er rook uit die buizen? Oh nee. En we worden ineens wakker in een soort van laboratorium. En normaal zouden er andere spelers in die buizen daar moeten zitten. Maar wij zijn de enige die het tot zover hebben gehaald. Oh my gosh, wat moeten we nu doen? Wacht eens even. Max? Waar is Jerry, vragen wij in het spel. Oh. Wat is er met Jerry gebeurd? We hebben jullie zo makkelijk voor de gek gehouden. Wat? Max en Jerry zijn allebei slechte rikken. En ze hebben mij hier gevangen genomen. Jullie hebben de aandacht van mijn ouders gestolen. En nu stil ik jullie. Oh, dus Max is gewoon jaloers dat we zoveel aandacht krijgen van zijn ouders. Oh my gosh. Oké, we moeten dus heel goed uitkijken. Wacht, ik heb een regenboogzwaard. Ik heb hem eindelijk gekregen. En wij moeten dus de kettingen doormidden hakken, zodat Max in de lava valt. Wacht, wat zijn dat? Of we kunnen hier naar boven? Oh nee. Ja. De eerste ketting is kapot. Oké, wanneer de lava zometeen verdwijnt, en dat is nu, springen wij naar beneden. Come on. Yes, de tweede. Come on. No way. Oh my gosh, hij is de lava ingevallen. Maar hoe zit het dan met Jerry? Wat je hebt gedaan is niet cool. We kunnen geen vrienden meer zijn, zeggen we tegen Jerry. Oké. En dat was het. Oh my gosh. Ik hoop dat er snel een deel 2 komt. Abonneer voor meer. En adios.